barbecue workshop nummer 13. Goh, 13 weken aan een stuk. Alle weken wat anders. Wat is het van de weken? Irse, wat ben je hiervan? Een lampsgigot. En kan je zeggen hoe dat komt dat die lampsgigot hier ligt? De laatste die we erdoor is een 007, is gekocht geweest door een zekere Stefan. En Stefan is eigenlijk een keihard, een diehard Green Egg. Je hebt dat gezien, zegt hij, ik heb mij overtuigd, ik moet dat in, zegt hij. Maar ja, zegt hij, kan met een Green Egg nog houden, want oh, ik heb wel een lampsgigot gereden, toen zegt hij, dat gaat toch veel beter in een Green Egg. Dat gaat toch niet voor hier een lampsgigot in gereden te doen. Stefan, bij deze ting, 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 hij heeft een gevoelige snaar gekregen, want als je tegen mij zegt dat dat niet gaat, heb een 007, dan zijn verkeerd, dan ga ik dat proberen. Pas op, het is de workshop nummer 13, dus wie weet, Stefan, had mislukken. Het had ooit een keer mislukken, hè? Maar Stefan heeft wel gelijk. Je moet sowieso zijn Green Egg houden, dat is een fantastisch toestel. Hij zal daar sowieso dingen mee doen die goed zijn. En samen kan hij dan inderdaad, als hij wat vrienden heeft, heeft hij inderdaad dan ook de gelegenheid om met een Green Egg bijvoorbeeld een low gerookt soepje te doen. En ondertussen tet, tet, tet. Dus Green Egg houders of lovers, zeker uit een Green Egg houden. Maar een 007 verdient zeker een plaats op jullie terras. Het is Vaderdag. Het weekend van Vaderdag. Dus vergeet niet... ik ga dat eerst van olie gaan halen, omdat je dan een keer ziet wat dat is. Het is Vaderdag weekend, dus bij deze wil ik nog een keer in de kijkers hebben. Bij de 007, als je nu een koopt, vaders, moeders, zusters, broers, als je iets wil kopen voor de vader, voor levenslang van te genieten, de 007 gaat levenslang mee en krijgt u niet alleen drie soorten houtschool bij, maar ook de levenslange garantie dat ik ga je vader aan barbecuen, hoe dat hij moet doen. En vooral die vloermat. Dat is superbelangrijk, dat hij de terrassen niet veel maakt. Weet je wat, mijn moeder is als dul heb vader. Wat hij aan het barbecuen heeft, dat er vetplaten op de grond zijn. Nu gaat dat niet meer gebeuren, want er is een vloermat bij. Gratis. Als Vaderdag cadeau. Goed, we gaan de lampsgigot doen. Dat is mijn lampsgigot dat ik ook zag. Dat is echt een lampsgigot. Ja, op zijn geheel. Like dat je bij de slager kunt komen. Uiteraard ook bij ons. wat doe ik? Ik haal meestal dat schaambeentje uit. Zo. Dat laatste beentje. Dat is eigenlijk het beentje waar het karreetje aan hangt. Dat is het filetje. Het lamszadeltje hangt hier aan, toen heb je lamskarreetje en hier dan het schoudertje. Ja, goed. Ja, dat is mijn lardeernaald, dat ik zeker dat niet mag vergeten. Ziet, dat zet dus een schakeltje, we gaan dat ertussen snijden, tussen dat kraakbeentje. Dat is dat wervelje, dat ruggenwervelje. Ziet, en we gaan dat afsnijden. Ziet, voilà, dat is het beentje. En hier zitten we nu met dat schaambeen zo. En dat is vrij raar, ja. Je moet eigenlijk van de stiel zijn om dat te verstaan. Maar het zit er ook een kraakbeen tussen, ziet? Kijk. En dat is nu het staartebeen. Dus als je dat beentje voelt aan je poep, dat is eigenlijk dat. Dat is het beentje, het staartebeentje, ziet? Dat gaan we wegdoen. Waarom? Omdat we dan ook direct kunnen snijden, mooi snijden op het been. We gaan dat uiteraard klaarmaken met het been eraan. Maar we gaan dat larderen. Larderen met onze geconfijte look. Ja. Inderdaad. Onze confijte gelook. Gelook, ja. Look. Hoe heb ik dat geconfijt? Ik heb dat eigenlijk onder mijn vuur, deels op het vuur en onder het vuur, heb ik dat eigenlijk laten in olijfolie, maar met rozemarijn. Heb ik dat echt laten, ja, confijten. Dus laten inkoken eigenlijk, zodanig dat die look mals wordt. En ondertussen die, door die lekkere... Ja man, dat was je in die hazen af. Door die lekkere olijfolie, dus eigenlijk kookt in die lekkere olijfolie. En met dat gaan we dat nu eigenlijk gaan larderen. Larderen, zo is het, ja. Larderen, dat is iets typisch van de slager. Dat wordt meestal gedaan met spek of met kaas. In een orloffenbraadje of alleen een stukje varkensbraad. Maar in een lamsgigot, kijk, dat is echt geconfijt. Dus het is ja, heel moes. Ziet? Dat velke is straf. We gaan dat zeker niet wegdoen, dat velke. En voor te larderen moet je eigenlijk... Dus wat dat je ook is dan je kaas, is dan je spek, is dan je look. Ziet, je duwt dat een beetje aan, je steekt dat in dat vlees en je draait. Ziet? En als je terugtrekt, hou je vingertje erin, hup, en de look zit erin. Ziet? Dat is eigenlijk de truc van larderen. We gaan hem eerst met je pijl, dat gaat makkelijker zijn. Ziet? Dat is echt, dat is crème, hè? Dat is echte crème, hè? Dus lookcrème. Verstuit? En doordat we dat nu traag gaan haren, die...
die gigot gaat dat tijd hebben om die look, eigenlijk die smaak, te verdelen in die gigot. Oh la la la, dat staat er iets vrij lekkers. Ik kreeg een seconde. Oh, ja man. Allee. Ja, zeg, ik wil eens juist een keer onderbreken. Ik heb mijn handjes een keer gewassen. Wat ik een keer hier zeg. Ik weet niet of je het weet, maar achter dat manneke hier, dan zijn er 3 talenten aanwezig. Een van die talenten is onze chef aan het vuur, dat is Nathan, en ook achter die camera. Met een tweede talent die eigenlijk de zaal in hand neemt, de presentatie, de bloempjes en alles erop en eraan, al de details, ook de marketing voor een stuk, maar vooral super lekkere cocktails. Dat is de maison die we nu dit jaar ontwikkeld hebben. Alleen mijn dochter Megan heeft dat ontwikkeld en we hebben dat samen geproefd. En uiteindelijk, dit is het eindresultaat. Super lekker. Ik moet zeggen, tot op vandaag zijn er de terrasgebruikers en dat al getuigen geweest dat dat ongelooflijk lekker is. Kijk, de politie legt de sirene aan, maar ze willen waarschijnlijk die cocktail proeven. Santé is, hè? Mm. Echt super lekker. Kom een beetje in de schaduw zijn. Oh, allee, kom. Hou. Nu, ik ga dat nu op het gemak larderen. En ondertussen gaan we het dan overschakelen straks. We gaan dat een korstje geven. En we gaan dat dan traag haar. Tot straks. Goed. Wij hebben nu rondom gelardeerd. Dus zowel hier tot aan de schenkel. De onderkant, je ziet al die puntjes. Dat is allemaal gelardeerd nu met pure crème van die geconfijte look. En nu gaan we eigenlijk met die olie, wat we die look in geconfijt hebben, gaan we eigenlijk die loogpelletjes daarin gooien. Ziet? We gaan daar een soort een potje van maken met van alles en nog wat. Ja? We gaan daar wat kruiden bij mengen. Dat is een rub dat ik maak speciaal voor mijn lamsvlees. Ziet? We gaan dat goed ruppen. We gaan dat mengen. Ziet? Met een lepeltje, dat die smaak goed door elkaar gaan. En dan gaan we dat eigenlijk nog een beetje injecteren met die olie. Dus we gaan die olie met je zeffen. Die pelletjes daaruit halen en toen die olie optrekken in een spuit. En dat in die, zowel in de gigot spuien als gewoon rondom ermee invrijven. Voilà, we gaan nu die pelletjes weer uithalen. Die smaak zit sowieso in die olie. Dat is, ik denk dat ik niet moet overtuigen dat er daar een ongelooflijke smaak nu in zit in die... Voilà. Nee. Ziet, dat is nu onze olie dat we hebben. Ziet, je ziet dat, hè? Als je dat ruikt, dat is, ja, dat is zomer, hè. Dat is zo'n zomer. Nu moet je dat schuin houden, dat een beetje kunnen opgetrokken zijn. Voilà. Voilà, ze. Ziet, en we gaan dat nu gewoon injecteren in onze... Dan een klein beetje aanleggen. Want zijn die brokjes, hè, die kruiden, dat zijn zo'n kleine brokjes. En dat hindert een klein beetje het optrekken van de olie. Maar dat is niet erg, hè. Want je moet weten dat die smaak enorm intensief zijn. Dus dat dat wel serieus gaat verdeeld worden in de gigot. Voilà. Maar ook niet overdreven zijn, want uiteindelijk... Gigot op zich is super lekker van smaak, hè. Dat is van lamsvlees. Mensen vragen dat soms, ik eet geen schapenvlees. Maar eigenlijk... Schapenvlees is een oud lam, hè. Van ik is dat lamsvlees, hè. Dat is veel jonger van smaak. Voilà ze, kijk. We gaan dat nu invrijven met die olie. En we gaan dat toch een korstje geven. Voilà ze, kijk. Ziet? Hallo. Mijn roze marijnse. Ziet, ik wil zoveel mogelijk smaak geven. Want dat merk ik toch wel. Ik ben nu een paar weken nu op tour in de restaurants om op te starten. Want nu de horeca weer open gaat, heb ik het eer en het genoegen om heel veel restaurants aan op te starten. En ik sta toch heel vaak vast aan die restaurants met super producten werken. Maar dit wat ik nu mee bezig ben, vergeten. Dus ze gaan een goed stuk lamsvlees of rundvlees of kip of whatever. Of vis, hè, een stuk roggenfilet bijvoorbeeld. Ze gaan dat gaan klaarmaken, maar ze hebben echt veel te weinig belang aan de kruiding. Dat is super belangrijk. Dus we gaan die gigot nu echt een hevig korstje geven. Met een prachtig vuurtje. Dus we gaan dat nu up, een korstje geven. Ze. En goed met die kruiden dan een keer op het vuur gooien. Zodat we echt een heel goed aroma krijgen.
Zie het? Voilà, ze. Niet tegenstaande dat we nu echt met heel veel olie werken, zie met dat hardhout dat ik geen flare-ups heb. Dus ik heb geen vlammen. Dat is gewoon puur van die houtsoort. Ik durf uit met heel veel houtsoorten dat jullie gebruiken, die in de handel te koop zijn. Misschien wel een stuk goedkoper, maar dat je enorm met vlam gaat zitten. Hier heb ik dat niet. Voilà, ik ga ondertussen mijn handjes wassen en een vorkje nemen om dat stukje een keer te draaien. Dus die olie druipt nu op die kool en die kool wil branden. Maar ja, door het hardhout branden ze niet, maar ze roken wel. En die rook heeft eigenlijk die smaak. Hè? Dat is super, hè? Moet dat een keer zien. Zie het? Een keer op zijn zij zetten. Je ziet, niet tegenstaande dat we hier met een relatief kleine ruimte zitten, gaan we toch een groot stuk van een gigot gaan bakken, die toch rond, als ik me niet vergis, rond 3,5 kilo, kleine 4 kilo werd. Dus een stuk van 3,5 kilo, dat kun je toch rust met toch een man of 8 lekker van één. En we gebruiken maar één gedeelte. Nu, terwijl dat we hier onze gigot aan het korsen zijn, vind ik toch niet onbelangrijk dat we ook een hapje gaan bakken. Een hapje, een lekker aperitiefje, een cocktail van het huis. Wat gaan we als hapje gaan klaarmaken? Ik ga een keer een slogan zeggen. Ik weet niet, ik ben van de tijd van 1966. Laat ons zeggen, als ik begon te werken, was dat 1984. Ja? En dat was de tijd van de vrije radio's. En een van de jingles was van: herinnert u zich deze nog? Herinnert u zich deze nog? Dat was dan een liedje uit de oude doos. Ja? Wel, ik heb een hapje uit de oude doos gehaald. Ik haal die straks keer toon. Super lekker cocktail. Een hapje uit de oude doos. Toen ik mijn carrière startte in Deinzen. Ja, hele toffe ervaringen gehad. Was een van de specialiteiten dat we daar maakten. De one and only, pas op, want het is uniek. Nooit gezien, nergens gezien. De brochette française. De brochette française, beste mens, hapje uit de oude doos. Jaar 1988. Wat ik heel trots en fier dit weekend, het weekend van Vaderdag. Ik ben ook vader, dus ook mijn weekend. Wel, ik ga mijn préféré gaan verkopen in de zaak. Dus u kunt die brochette française dit weekend kopen in onze zaak. Dat is eigenlijk een combinatie van witte pens en Ardeense pensen. Een beetje spek rond, lekkere kruiden. En vooral die garnituur, een beetje ajuin. Geconfijt met peterselie. En dat gaan we nu lekker krokant gaan bakken. We gaan dat lekker krokant bakken. Ik ga dat nu wat houtskool smaak geven. En straks ga ik dan de grillplaat gebruiken om dat effectief af te grillen. Maar gewoon van het stokje. En dan kun je dat rondom rond echt krokant gaan grillen. Fantastisch, met een goed cocktail. Best ever. Voilà ze. Ondertussen heeft onze gigot een smaak gekregen, uiteraard. Van de houtskool van de kruiden. En we gaan dat nu heel traag laten haren onder het vuur. Belangrijk. Ik denk dat we daar ongeveer een uur en een kwart gaan nodig hebben. Kijk maar, ik heb hier cameraman. Hier ze. Voilà. We nemen de gigot vast. Met onze vleesvork. Ja. En we gaan die onder het vuur gaan leggen. Voilà. Ik heb de rooster helemaal op het laatste gezet. Want het is heel warm weer. Het is ook een groot stuk. Zodanig dat dat niet te dicht onderaan tegen de houtschoolbak aanleunt. Ik ga ondertussen mijn grillplaat nemen om dan de brochetjes af te korsen. Voilà. Oké. Okay. Ja, doe maar. Ik ga het onderaf doen. Doe maar. Dus we gaan dat nu nog van dat stokje doen. En we gaan dat gewoon apart krokant nog een beetje bakken. Dat plaatje ligt er juist op, dus dat moet even temperatuur krijgen. Voilà, dat zijn dus ajuintjes, pruimpjes, dan de witte pens en de Ardeense pens met een skelletje spek rond.
Dat is echt sensatie, hè. Sensatie op de R8. Voilà ze, kijk. We gaan dat nu stelletjes laten warm worden. En we gaan dat een beetje aanbakken en we gaan het dan op een bordje zetten. En een lekker aperitiefje nemen. Kijk, gaan we dat dan zetten, terwijl mijn gigot aan het haren is. Voilà. Voilà ze, kijk. Zet, ik heb dat een klein beetje laten afbakken nog verder, toch? Want dat om stokjes zet en die worstjes zitten allemaal naast elkaar. Dan tussen die stukjes worst is dat eigenlijk niet gebakken. Dat is hetzelfde van een brochet. Ziet eigenlijk een brochet, als ze klaar is, moet je ze eigenlijk eraf doen en een keer rond en rond laten bakken. Ik vind dat lekker. Ziet, dat spek is nu rondom rond echt gebakken. Ziet, en mooi op dat grillplaatje kun je makkelijker zijn. Voilà, we gaan dat nu een bordje serveren als hapje. Dus mijn pruimpjes, mijn dat wit pensje met dat spek en mijn anjoentjes. Voilà. Dat is echt een toppertje. Voilà ze. Kijk mensen, terwijl mijn gigot bezig is, kan ik een hapje nemen. Niet warm. Ah. Zie, dat is het voordeel van 007. Ja, terwijl je eigenlijk je vlees aan het haren is, kun je samen met je vrienden aan tafel zijn en verder genieten van de leuke namiddag of de leuke middag of de leuke avond. Maakt niet uit. Want dat barbecue en zo, ik weet wat het is, constant aan dat vuur staan. Ik weet wat het is. En santé zijn ze, dat lekker zijn ze. Maar je zit daar aan dat jetvuur. Maar ik zit nu hier en mijn gigot staat daar. En dan gaan we zo'n uur en een kwartuur. Dat is eigenlijk ideaal tijdens een aperitief om dat klaar te maken. En dan een keer dat een aperitief gedaan is, een gigotje erof en het is ze dan. Santé. Lekker sausje van het huis. Specialiteit van het huis. Ik treep nog ook. Lekker sausje van het huis. Specialiteit van het huis. Wim. Die pensjes zijn heel zacht. Met dat beetje spekdram. En toen heb je die Ardeense pensjes. Voor de liefhebbers van pikant. Het zet daar zo'n redelijk pikant kruidje op. Oh, super lekker. Zo, bij deze ga ik verder aperitieven. Je weet het, heel het weekend brochette français. Kom maar af, maar ons hebben zijn zep. Tot ze bit, want toen ik kijk naar de gigot. Santé. Nu een kwartiertje ver en we gaan daar een klein beetje olie in. Ze ziet, ik maak mijn olie een klein beetje warm weer met mijn potje. Kijk dat die tankjes, barbecue shop. Voilà. En we gaan dan met die rozemarijn een klein beetje, kijk, ziet, een beetje indrengen. En als we dat goed insmeren met die olie, gaan we hem een keer omdraaien. Ziet dat de andere kant ook wat extra warm. Kijk, bloed begint eruit te komen. Zijn. Dus we zijn goed vertrokken. We zijn een kwartiertje verder. Ik zou eigenlijk de roostertjes in het schof iets hoger kunnen zetten. Maar wat doe je dan op dat moment? Je gigot dichter bij het vuur brengen. En wat ga je doen? Forceren, op zijn West-Vlaams. Forceren. Gigot. Lentement, à la douce. Voilà. Zit. We zitten in Frankrijk, hè? Brochette français als hapje. Gigot. C'est plus chic, hè? Et pas cher, hè? Voilà, we gaan hem een keer omdraaien. Upsakee. Voilà. Je ziet dat we met een barbecue zitten van 46 kilo. Je draait dat stuk van 4 kilo en die barbecue bougeert niet. Dus dat moet je twee barbecuetjes doen. Die staat wat te wankelen en te doen. Voilà, we gaan dat nog een keer een beetje instrijden. Ons tankje pakken. En een natuurlijk borsteltje van rozemarijn. We zouden in feite die gigot ook gerust een beetje kunnen inkerven. Ziet dat de warmte en de olie beter naar binnen dringt. Maar we gaan dat voorlopig niet doen. We gaan hem even nog verder doen. Ik heb tijd. Als u tijd hebt, heb ik tijd. Tot binnen een kwartiertje. We zien dat je een stuk van 4 kilo wil, maar reed uit. Ja, goed zo. Maar kijk, we zijn een half uurtje bezig. Wat gaan we doen? We gaan hem uithalen. Voilà, wat dat zien. We gaan hem uithalen. Kijk, dat we beginnen al schoon en schoon op te spannen, die gigot.
hit. Dat is al serieus aan het bakken. Maar we gaan dat nu inkerven. Lijkt dat ik zei, hoe inkerven, rondom rond. Dan een keer hoe instrijden met die olie en een klein beetje zout nu. Zie het? Want we hebben nog niks aan zout gebruikt, even op het ogenblik. Voilà, kijk. Maar eerst ons mes een keer goed op stal zetten. Hè. En weet, dit mag je doen. Voilà. Maar niet zo, hè. Dat is veel te gevaarlijk. En met zo'n mes, ketak. Zam. Hé, hey, Mimi. Oh, ik heb dat mes vast, hè. Zing. Voilà, trekken. Goed. Hey, dat gaat veel eens kijken, je moet dat zien. Kijk hier. Hopla. Zie je dat? Hoe schoon dat hij al aan het bakken is. Kijk hier. Kijk, zie je dat? Hè? Kijk hier, zeg. Kijk hier, zeg. En een samurai. Wauw. Moet dat zien. Haha. Voilà. Kijk. Zie je het? En dat is hetgeen dat we doen. We gaan hem eerst insnijden rondom rond. Zie je het? Hup. 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 Oh, en die geur, mensen. Die geur, echt. Zo, dat is jammer dat we dat niet op beeld kunnen zetten. Maar die geur, mensen. Die geur. Dat is magic. Magic in the air. Voilà, dat is een samurai van. Dus we gaan dat nu instrijden met de olie. Zie je, zodat die olie goed, die smaak goed in die gigot dringt. En gaat dat zien, dat gaat goed opentrekken, die insnijding dat we gedaan, die inkeping. Voilà. Beetje zout. Ja, zout zeker, hè? Zout. Maar het kan toch zouten straks. Bij een salté. Kijk, mijn olie is bij elkaar nips. Zie maar, doordat die kruiden er nu in zijn, ik kan een beetje van die look, ik kan eigenlijk een beetje verse olie maken. Hè. Maar je kan zien hoe ik dat maak, verse olie. Voor in te strijken, kan ik sneller wat olie nemen. Een beetje olie maken, kijk, voilà. Een beetje olie aan. Zie het? Kijk. Voilà. Dat was die geconfijte look, remember. Kijk, zie het? En dan een klein beetje mélanger avec l'huile. En on a de l'huile frais. Hein. Ja, hallo. Yo. Ik moet eigenlijk gewoon doen. Voilà. Nou, we gaan een klein beetje zout. Ja, pas op, dat is een stuk van 4 kilo, hè, mensen. Dus je moet al wat zout hebben doen, hè. Je weet dat we normaal 20 gram per kilo zout gebruiken in charcuterie of het een of het ander. Of 15 gram toch? Sorry, 15, 12. Maar, dus ik heb hier geen... 48 gram zout opgedaan, hè. Dus je moet niet bang zijn met hetgeen dat ik nu gedaan heb, dat dat veel te zout is. En we gaan dat nu aan de andere kant ook nog een keer wat inzouten. Ze. En we gaan dan een klein korstje geven. Nog een extra stimulans, een beetje extra smaak van de houtschool. Voilà, kijk, dat is fantastisch. Zeg, als je dat ziet, kijk, zie je dat? Hè? Hoe schoon dat al aan het baan is. En we zijn maar een half uur bezig, mensen. Eindelijk, ik ga mijn rooster van boven laten staan. En wat, kijk, ik ga de twee doen. Kijk, zie het? Want het is de eerste keer dat ik het doe, hè, mensen. Dus onze workshops, dat is echt live, hè. Het is niet meer live om 2 uur dat we dat opnemen en uitzenden. Maar het is echt wel live filmen van lukt het of lukt het niet, hè. Kijk hier, ze, voilà. Hallo. Je zit live in de uitzendingen, gasten. Kom maar binnen, ja, kom maar deur, hè. Maar dat is niet hard, doe maar, zo. Doe maar, dat is allemaal live, jong. Dat mag, het is echt, like dat is. Ja, als de cameraman even tip iets hoger, dat zou mogen. Ja, want eigenlijk, dat is niet de bedoeling dat me verbranden, hè. Maar ik weet niet of je het weet. Ik ben hier 1, 2, 3, 4, 5 niveaus, hè. En eigenlijk, een bovenste is 6 niveaus, hè. Mijn beste vriend. Dus tweede niveau, dat is niet na of, hè. Maar je kunt rekenen aan taal. Hoppa, moet ik kijken. Zie je dat, hè? Kijk, zie je dat, hè? Voilà, en kruiden, hè. En kruiden. Ajouté. À le charbon. Ajouté. C'est du jugot. Chico à la courte. Magic. Oh, die jongens, dat is toch echt eerst. Kijk er hier, kijk er hier. Oh, ik voel me zo sterk. Ik voel me zo sterk. En onverslaanbaar. Dat is toch echt de echte instinct van een mens die naar boven komt als je dan mee bezig zit. Dat is een 007, vent. Dat is gewoon terug in de tijd, maar met verstand van vandaag. Maar een schofje van onder. Voilà. Een beetje olie drepsen. Bien ajouté l'huile. Voilà. In de naam des Vaders en de Heilige Geest. Amen. Ik zegen in de naam des Kurts en aller heiligen. In deze wereld, op deze planeet. Daar zul ik pezen.
dat er hier een beetje magie aanwezig is. Voilà, kijk. Schone die smaak in dat vlees. Smaak in dat vleessteen, ik kan dat niet genoeg zeggen. Op vandaag wordt er heel kwalitatief gewerkt, maar er wordt veel te weinig aandacht besteed aan smaak. En smaak, dat creëer je door nadenken, door gewoon de passie in dat vleessteen. Voilà. Kijk er hier, zeg. Haha. Magic. Magic in the air. Zet, maar we hebben nog altijd geen vlammen, beste mensen. Dat is gewoon door de kwaliteit van ons houtschool. Puur hardhout van bij de Kurt. Hè. En dat krijg je erbij, hè, bij een barbecue dat je koopt. Ik wil hem dat je goed te hebt. Niet alleen goed te. Dat is ook West-Vlaams. Dat je goed te hebt. Twee onlangs iemand op onze Facebookpagina reactie, heb je dat ook in het Nederlands. Ja, sorry. Ik spreek geen Nederlands, hè. Dat weet je toch al. Hè. Ik spreek Kurt zijn taal. Ja, dat is toch uniek dat iedereen zijn taal heeft. Het is redelijk begrijpbaar. Ik heb ook ooit een presentatie gedaan voor Europese agenten. En het was in het Engels. Het zat dan een Fransman tussen. En verstond hij woord Engels. En weet je wat hij zei achter de eindpresentatie? Hij woord verstaan wat hij zei. Maar ik heb ook verstaan wat hij bedoelde. Wat je verstaan ook willen zeggen. Voilà. We gaan dat nu nog een kwartiertje laten gaan. Een keer omdraaien. Nog een kwartiertje. En toen gaan we dat... Kijk, controleren dat dat klaar is. Tot straks. Dat is barbecue. Kijk hier ze. Met de handen, kruiden, masseren. Voilà, we zijn ongeveer nu een uur en een kwart, een uur nog bezig. Ik vind dat een perfecte timing om die gigot te serveren. Hè. Ondertussen hebben we wat aperitieven binnen en dat gaan we hoesten zeker. Hè. Voilà, wat gaan we nu doen is eigenlijk gewoon dat gigotje uitbeen. Ik ga dat gigotje uitbeen, ik ga die beentjes dan wat krokant afbaken op een barbecue. En terwijl dan we eigenlijk het vlees versnijden. En dan serveren op zo'n gietijzeren schaaltje. Dat lijkt mij een goed plan. Voilà. We gaan onze bril met je nog mooi gezet. Een klein mesje. Voilà. Kijk hier, moet ik eerlijk zijn. Het uitzicht alleen al, dat toch. Allee, ik vind dat perfect. Hè? Dus ik weet niet wat jij daarvan vindt, Stefan. Ik ben ervan overtuigd dat je dat op je green egg fantastisch kunt klaarmaken. Maar als je mij dat vraagt... Nee, dat mag een kleintje zijn. Dat mag een kleintje zijn. Ja. Zet, we gaan hier, dat is dat schaambeentje. Dat is het heupbeen. We gaan dat losnemen van de... Kijk, ik dacht, hè. Hup. Voilà. Beetje op een bord. Beetje lostrekken, ze. Voilà. We moeten tussen dat knustje geraken zijn. Dat knustje. Ah, maar het heeft het allemaal warm. Dat gatje, dat is dat gatje. Ja, mijn naam. Voilà ze. Dat zou natuurlijk gemakkelijker zijn als we die gigot klaarmaken zonder benen. Ja, dat is logisch. Dat moet een app laten voor de accident. Dat zou natuurlijk gemakkelijker zijn zonder been. En iemand die zegt, joh, maar ja, met dat been, like ik dat je bezig ziet, ik zie dat niet zijn voor dat zo gereed te doen. Hey, ik ga dat niet kunnen. Zie dat? Kijk, dat is dat je moet hier. Kijk, ik moet dan een keer filmen hier, camera aan. Zie dat? Hè? Kijk, zie dat? Hè? Dat is het gewrichtje. En dat daardoor dat je langs moet snijden met je mes, om eigenlijk die pezekjes los te maken, zodat je dat beentje mooi kunt afsnijden. Als ik dat nu zie... Dan denk ik op dat moment van Expeditie Robinson, waar ik eindelijk op het strand dat varkentje mocht versnijden. Voilà, kijk, ziet? Dat is het heupbeentje dat we zagen. Zie je dat? Herkent je dat? Iemand die ooit geopereerd is aan zijn heup, die gaat dat waarschijnlijk wel herkennen. En we gaan nu een sneetje geven op het dijbeen, als ik dat zo mag noemen. Ziet? En we gaan gewoon langs dat dijbeen snijden. Zie je dat? Kijk, voilà. Schoon naar beneden, zit. En dan hebben we eigenlijk de bel, ja, de echte de bel op zijn hiel van de gigot. Zit, kijk. En dat vlees van binnen is mooi signon. En hoe gaan we dat nu afbakken? We gaan dat een klein beetje instrijden met die olie. Zit, met je nog een beetje olie. Zit. Een beetje instrijden met je olie en we gaan dat afbakken, die binnenkant. Zit. En nu gaan we het nootje afsnijden. Iemand ooit gehoord van een noodham?
Wel, dat is eigenlijk het nootje. De zijkant van de bil. Voilà. Hallo. Kijk, een collega's, hè? Puur natuur. De Gabi. Die passeert. Zit, en je ziet hier van binnen, zie je dat? Die look zitten. Zie, dat is die look die eigenlijk... Dat we in het begin van de bereiding eigenlijk... gelardeerd hebben. Dat zit er van binnen in. Dus dat is sowieso smaak hier. Voilà, we gaan dat ook, die binnenkant van die noot afbakken. Zie je het? Zie je dat, hè? Want dat is logisch, die binnenkant, dat kan nooit zoveel gebakken zijn dan die buitenkant. Hè. En dat beentje, dat is dat knuisje, dat gaan we eigenlijk ook een beetje krokant afbakken. We gaan nog een minuutje of vijf lekker verder bakken. En dan ga ik terugkomen voor te snijden en te presenteren. Salut. Goed, dus kijk, je ziet, met nu een klein beetje die binnenkant een klein beetje warm te geven. Het is niet de bedoeling dat we daar een korst aan geven. Maar uiteindelijk, die korst hebben we mooi van rond. Maar de binnenkant van dat been was iets minder gebakken, is logisch, dan de buitenkant. Dus om dat eigenlijk heel met je op niveau te krijgen, zit ik dan een klein beetje warm te geven. Meer moet dat niet hebben. Want uiteindelijk, het moet mooie sappen zijn. Dus we gaan dat nu aansnijden. Ja, je ziet, ja, dat zie je dat. Kijk, zie je het. Kijk, moet ik kijken. Als je dat ziet, hij is zo sappig. Niet normaal. Zie je dat? Hoe schoon en sappig dat dat is? En dat is de kunst van lamsvlees. Een lamschigo. Ziet die stukjes look inzetten van Ben? Maar vind dat is ongelooflijk. Kijk, onze cameraman. Je zegt het. Ruik het. En het is dat je moet kunnen. Kijk, we gaan dat nu schoon en presenteren. Op onze gietijzeren plaat. Want dat is onze specialiteit hier op ons restaurant. Gaan we eigenlijk alles gaan presenteren. Hoor je dat, hè? Ja. Dat is hetgeen dat ik wil. En eigenlijk zou ik dat zo wel eens serveren op tafel. Zodanig dat de mensen dat oren, die sudderingen, een klein beetje zenen in de naam van de vader. Kijk, de naam van de vader en de naam van de zoon en de hele geest Barbecue Kurt. Bij deze wens ik u een fantastisch Vaderdag weekend. Ik wens u heel veel plezier, heel veel lekkernij. En u bent van harte welkom volgende week zaterdag om 2:00. Dezelfde tijd, dezelfde plaats, maar een weekje verder. Tot volgende week voor Barbecue Workshop nummer 14. Merci. Oh. Smelt. Smelt in de mond en echt, ja, het is lam. Het is lamschigo, hè. Pa. En een natuurlijk borsteltje van rozemarijn. Dat is barbecue, jong. Kijk hier, moet ik kijken wat schoon stukje dat we gaan in. Maar gewoon van het stokje. En dan kun je dat rond. Oh, ik voel me zo sterk. Ik voel me zo sterk. Maar moet dan ik even zien. Oh.